Ja, volgens mij het, het meest bekende machine van een boer, de ploeg. De, de boer ploegde voort. Kijk, of dat je het nu hebt over een, een, een twee, een drie of in dit geval een zesjarige ploeg, het principe is hetzelfde. Het mooie van een ploeg is dat je eigenlijk heel veel aan kan. Het is gewoon de traditionele techniek, daar is helemaal niks mis mee. Je moet hem gewoon gericht inzetten. En eh, wat bedoel ik met, eh, je kan best wat corrigeren, op het moment dat het, eh, de voorbewerking wat ongelijker is geweest, je hebt een eh, wat ongelijk land, eh, dan kan een ploeg best wel wat corrigeren daarin. Eh, ook als we veel gewasresten hebben en die gewasresten willen we graag de bouw voor inwerken, eh, dan kan een ploeg dat, eh, die krijgt dat voor elkaar. Uh, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Uh, we hebben een voorschaar en, uh, en, en de, de hoofdschaar zelf. Zeg maar. Die voorschaar die, uh, uh, die, die snijdt, als het ware, het, het, het stuk gewas voor, die gooit die onder in de bouw voor en vervolgens wordt die afgedekt met een laag grond door uh, de, de, de hoofdschaar, zeg maar, de grote rest. Um, deze uitvoering is met woelpoten, of woelpoten met ondergronders, hè, zo heten ze, of woelers, zo worden ze vaak uh, uh, genoemd. En zoals je kan zien, die gaan onder de schijf door. Dus nu staat de ploeg in de transportstand. In werkstand gaat hij onder de ploegsol door. Want dat is een veelgekend probleem: dat we een ploegsol creëren. Dus op het moment dat je altijd op dezelfde diepte ploegt, dat je als het ware een storende laag aan het creëren bent in je bodem. Nou, en daarvoor zit een ondergronder -onder aan de ploeg, dat je die laag eigenlijk doorbreekt. Je kan met een ploeg zo, zeg maar, tussen de 20 en de 25 centimeter diep kun je werken. We zien steeds vaker het, 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 ja, eigenlijk de wens om ondieper te gaan werken, dus richting de 18 of de 15 centimeter of zo. Maar dan zit je met eigenlijk de hoogte- en breedteverhouding van, van je schaar, dat je dan uit, uit verhouding bent. Dus je kan niet alleen maar ondieper gaan ploegen, want dan, dan laat je een heel slecht beeld na. Dan zou je moeten gaan kijken naar de ecoploeg. Die gaan we dadelijk bespreken. Maar die is natuurlijk van belang. Dus dat je die werkdiepte, die 20, 25 centimeter, daar, daar, daar ben je in bezig. Ik hoor ook wel eens veehouders zeggen van nou ik heb liever gewoon 30 centimeter. Dat ik gewoon goed diep ploeg, want dan heb ik een flinke bouw voor. Nou ja, in theorie klopt dat. De praktijk is dat we dan ook 30 centimeter proberen te voeden. En um, als je 30 centimeter wil voeden, dan betekent dus ook dat je heel veel gewasresten moet brengen en veel bemesting en dergelijke moet, uh, moet voeden, wil je de bodemleven goed actief houden. Nou, en in die situatie zitten we eigenlijk niet meer, hè. dus dat we ja, die luxe hebben dat we echt 30 centimeter bouw voor kunnen voeden. Dus zodoende dat we met het traditioneel ploegen tussen de 20 en de 25 centimeter uitkomen. Wat ook van belang is, na het, uh, 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 het ploegen zelf, of uh, in tegelijkertijd. Hè, komt de voorpakker. In dit geval een vaste voorpakker die wel met een variabele druk meegenomen wordt. En die pakt het vorige ploeg, de vorige werkgang, die drukt die vast. En dat vastdrukken dat heeft vooral te maken met het minder uitdrogen van die toplaag. Dus dat je een mooi zuinbed creëert, maar ook het vocht vasthouden. We gaan straks ook nog de spitter, de snelspitter behandelen. En op het moment dat je een hoofdbewerking doet, een grondbewerking doet, dan heb je het altijd over een verhouding in de bouw voor tussen lucht, vocht en gronddeeltjes. En een ploeg die legt eigenlijk een heel luchtig bed weg, een luchtig bed neer. En juist bij de wat zwaardere gronden, de vochthoudendere gronden, die warmen moeilijk op. Dus daar komt gemiddeld genomen minder zuurstof in. Of anders gezegd, die probeer je, een vochthoudende grond die probeer je zo luchtig mogelijk weg te leggen, dat er meer zuurstof in komt, dat die kan opwarmen. Want vocht heeft die al. Bij de droge gronden is het precies andersom. Daar probeer je juist meer een vaster pakket na te laten om vocht vast te houden. Want warm is die al. Ja, we staan nu bij een eco ploeg. Op het moment dat je steeds ondieper wil gaan ploegen, dan loop je met een traditionele ploeg tegen de grens aan van de hoogte en de breedteverhouding van de schaar. Dus als je onder die 20 centimeter wil gaan ploegen, dan wordt het bijzonder spannend. Nou, en dan kom je dus op een eco-ploeg uit. Die heeft een, en een andere, die heeft kleinere scharen, zeg maar. Dus een andere verhouding in de schaar. En die staan ook iets haakser. Dus die mengen eigenlijk de, de bovengrond nog iets meer. Hier zit ook geen voorschaar op, Dus hij mengt meteen het, of de grond. En dan in een, ja, in een diepte van 10, 15 centimeter. Dus eigenlijk heel erg ondiep. Uh, waarbij je wel het voordeel van het ploegen hebt, is dat je een heel schoon zaaibed hebt. En want daar, uh, dat is eigenlijk een beetje de tussenvariant tussen de traditionele ploegen en niet-kerende grondbewerking. Dus uh, dat je met een ecoploeg wel eigenlijk een versere grond boven haalt. Zonder dat je heel diep je bouwvoor bewerkt en bodemlever uh, op die manier uh, daarin uh, in rommelt. Uh, dat is eigenlijk de, uh, de intentie van, uh, van die ecoploeg. En um, ja, zoals je kan zien, dit is een 10-schaar uh, met een vaste afstand van 38 centimeter. Dus dat betekent dat je in één werkgang 3,80 meter meeneemt. Dus een enorm apparaat. Um, en um, dat betekent ook dat de trekker bovenover rijdt. Hè? Dus die rijdt niet meer met één uh, band in de, in de ploeg voor. Um, maar uh, die blijft gewoon bovenover. Ik zal straks nog maar iets vertellen over de bandenspanning en bandendruk. Je kan dus heel makkelijk, als je de goede trekker en de goede techniek hebt, juist met een lage bandenspanning rijden. Dus dat je op die manier ook nog wat duurzamer met je bodembeheer bezig bent. En vooral met de insporing en verdichting. Nou, naast de vaste scharen aan die ecoploeg, heb je ook weer te maken met het doorbreken van de ploegzool. En daarvoor zitten hier ook ondergronders op. Dat is niet standaard, dat is loonbedrijf Mulder zelf ja, toch wel aangegeven. Nou, dit vinden we wel van belang, dat we juist onder die scharen door ook nog een keer de grond openwoelen En dat we eigenlijk die ploeg voor doorbreken met die ondergronder. Je gaat er gemiddeld een centimeter of 15 dieper onder die ploegschaar door en doorbreekt dan die laag. Nou, naast die eh, ondergronder hebben we ook weer eh, te maken met een vooropakker. Want we willen ook eh, het, eh, de, eigenlijk de, vorige, de vorige werkgang goed eh, verdichten, vlak eh, eh, afwerken. En die is ook weer variabel op druk, eh, hydraulisch weer eh, regel, eh, regelbaar. Dat die, eh, eh, dat die zo vlak mogelijk weer... Een nabewerking doet en dat je vooral weer dat vocht vasthoudt in die toplaag. Want je werkt ondiep, maar je probeert in die ondiepe laag, probeer je natuurlijk wel je vocht vast te houden. Nou, de ecoploeg werkt natuurlijk ondieper. Hè. Je, je ploegt uh, tussen de 10 en de 15 centimeter diep. Dus dat betekent dat juist in de voorbewerking van je, van je grond, hè, dus het verkleinen van het vanggewas, maar ook richting het bemesten, hè, want dat zit vaak nog voor het, uh, het verkleinen en voor, en, uh, of tussen de, de, de voorbewerking en de hoofdbewerking in, uh, dat je ook met bemesten weer zorgt dat je de, de bodem zo vlak mogelijk nalaat. Dus juist op een vlakke bodem dan kun je met een ecoploeg heel mooi werk afleveren, uh, omdat je juist zo ondiep werkt, je hebt weinig te bufferen, je hebt weinig volume aan grond wat je kan kan verdelen en verder van belang is je werkt ondiep maar je probeert van onderuit wel capillaire je vocht te krijgen en ook afvoer bij een heftige regenbui wil je natuurlijk ook vocht afvoeren en neem dan alsjeblieft er ook ondergronders bij. Dus dat je ook met ondergronders werkt, dat je onder die ploegzool, dat je die doorbreekt en verder van belang de vorenpakker, dus dat je juist met die de, de flexibele vorenpakker zeg maar, nog een, een strak beeld achterlaat en daar het vocht vasthoudt, het compact houdt.